Nu dat mijn ouders weg zijn, is het gewoon een kwestie van knopje omzetten en dan niet klagen. Ja, als ik moe ben, ga ik gewoon slapen. Juist, correct. Ja, jullie wel. Ja, jullie kunnen gewoon slapen. Wij zetten ons eroverheen soms. Wij moeten ons eroverheen zetten. Ook overdag, als ik na het werk moe ben, ga ik gewoon slapen. Ja, maar ja. Dus wel eens af en toe op de dag, als de kinderen naar school zijn, en ik heb alleen maar haar en Gideon. Moet je een oog dicht? En dan ligt ze bij mij op schoot te slapen. Ja, dan vallen automatisch wel eens even de ogen dicht. Sinds moe ben is van het werk en niet van de kinderen. Ja, dus je moet echt zo'n nacht hebben dat er eentje echt de hele nacht ziek is. Ja, dan ben je de volgende dag, dan voel je dat wel natuurlijk. En als hij 3 of 4 keer in de nacht komt voor een voeding, ja, dan merk ik dat 's ochtends ook wel. En die dag zelf gaat nog wel, maar de dag daarna is echt altijd een drama. Felis die denkt dat zij moet gaan slapen wanneer papa gaat slapen. Dus die wil wel stoeien toen hij weer valt. Maar, en soms wacht niet eens dat ik het zie. Dan zeg ik gewoon, jullie gaan nu jullie rust pakken. Dan kan ik ook. Ja, dat is vermoeiend hoor, met veel dingen hoor. Ik merk verschil, kijk, ik word ook ouder, hè? Dus dat is logisch. Dan ben je niet meer zo fit, hè, in sommige dingen. Hè? Papa, ben je al mee proeven? Hapje vol. Wat een beetje zoutloos, zeg maar, hè? En doe zo. Hapje vol, nee. Papa. Jan en Sophie Nagelkerken zijn in het ziekenhuis met baby Junior. Die heeft al sinds zijn geboorte last van zijn longetjes en is daarvoor al meerdere keren onderzocht. De onderzoeken leverden tot nu toe geen concrete diagnose op. En dus krijgt Junior vandaag een CT-scan. En waar wil je me prikken? Ja, dan ga ik even zoeken. Even uitkleden. Oh, wil je nu al? Maar het inspuiten van de contrastvloeistof mislukt. Niks. Nee, ik zie geen vaten. En de anesthesie hebben ook vaak andere plekken dan wij waar ze kunnen prikken. Oké. Dus we wisten al wel dat die moeilijk te prikken was. Alleen hadden we natuurlijk nou wel een beetje gehoopt, nu hij een half jaar is, dat die vaatjes iets groter zouden zijn en dat hij wel beter te prikken zou zijn. Maar helaas. Jan en Sophie moeten met Junior naar de afdeling anesthesie voor een nieuwe poging. Die andere wil je nog van je? Oké, even een verbandje ermee. Ja. Het is gelukt en Junior is helemaal klaar voor de scan. Kijk eens. Oh, kijk eens hier, Junior. Junior kan misschien. Zo, heeft hij gelukt? Ja. Kijk eens, een aap. Wauw. Ja, goed gekeurd, hè? Pak hem maar. Lekker zacht is die. Zo. Hè? Zo. Zeg maar, dank je. Ja. Nou, wij merkten vanaf het begin af aan, zeiden we, dat hij anders was dan de andere kinderen. Gewoon veel huilen en ontevreden en mopperen. En, nooit lachen. Nee, maar dat is normaal ook pas vanaf 6 weken of zo. Maar daarvoor was het ook al niet... Het was gewoon geen gelukkige baby. Nee. En toen... En hij had veel koorts. Ja, dat was ook pas daarna. Maar het is al wel een hele tijd een hele lieve baby, maar hij doet nog steeds wel hoesten. En, het is dag en nacht verschil met toen, voordat hij voor de bed opgenomen, zeg maar. Wat hij nu is. En zo ziet je niet met die aap. Zo ziet je het. Dat is toch een mooie aap. Junior. Dan begint het grote werk. Hey, Jethro. Hallo. Jethro. Omdat het heel belangrijk is dat Junior zoveel mogelijk stil blijft liggen, moet hij stevig worden ingepakt zodat hij niet kan bewegen. Is er toevallig een speen bij u of zo? Ja, nee, gebruikt hij niet. Oh, gebruikt hij helemaal niet. Okay. Het inpakken vindt hij duidelijk maar niks. Doordat de scan werkt met röntgenstraling, moeten Jan en Sophie lijdzaam toekijken van achter het glas. Het onderzoek zit erop. De uitslag krijgen ze 2 weken later.
Nou, we zijn net gebeld uit het ziekenhuis uit Rotterdam. En de scan is natuurlijk geweest en de uitslag is daarna van binnen. En er is heel goed nieuws, want er is op de scan is niks te zien. Daar zijn wij heel blij mee. Ja, zijn longen zijn helemaal schoon. Er zijn geen afwijkingen gevonden in zijn longen. Geen aangeboren afwijkingen. Ze zijn het ziekenhuis heel dankbaar dat ze ons zo goed geholpen hebben. En we hopen er heel lang niet meer te komen. Ja.